weer een hele goede morgen. We beginnen de dag weer met een heel bekend ritueel, het koffiedrinken. En dit keer heb ik als koffie om uit te proberen de Douwe Egberts Black. Ik had hem alweer een tijdje in huis en had hem ook veel eerder willen testen. Maar ik kan geen vergelijkbare koffie vinden. Is dat zo gek? Ja, eigenlijk wel. Douwe Egberts zelf had al een koffie Black. Dat is niet eens zo heel erg lang geleden. Met een plastic schuine streep papieren verpakking als een soort van bewaardoosje. En als je het klepje dan opende, dan zag je een soort van ventieltje. U kent het wel, dat moest je dan weer opentrekken. Daar zocht ik dus naar. Dan kan je echt vergelijken van, is het nou echt anders geworden? Helaas, niemand heeft deze koffie meer. Ja, en dan kan ik er een gewone Douwe Egberts naast zetten. Ja. Dat is wel heel erg ver gezocht, misschien. Want ja, daar zit heel veel verschil in. Ook een andere koffie. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat wordt wel heel erg lastig. Ik ga het maar gewoon beginnen. Ik drink hem gewoon op deze manier. Want dit heeft ook weer zo'n voordeel. Ten eerste is het goedkoop. Maar daar heeft u niks aan. En ten tweede, de koffie zal ook anders smaken. Want je hebt geen vergelijking. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ik kan me herinneren, ik heb een koffiepad geprobeerd. En die vond ik niet zo heel erg sterk genoeg. Het was het wel sterk. Dat zeker. Voor een Senseo dan. En die had ik vergeleken met een gewone Senseo, een sterke Senseo pet. De morgen daarna, en daar schenk ik ook gelijk even in, had ik in de gaten dat het toch wel best een sterk pakje was. En zo kun je toch altijd vergissen. Nou, zoetje erin. Dan gaat het heet water er weer op. En dan laat ik het weer een paar minuten staan. Een minuutje of twee. Dan hoeft u niet naar te kijken. Dat is heel erg saai. Daar zijn we niks anders te doen heb. Ik doe hem nu op pauze. En dan zie ik u straks weer terug. De paar minuten zijn om. En dus kunnen we koffie drinken. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd hoe sterk deze koffie is. Er is hij niet te sterk. Nou, voor mij kan hij niet sterk genoeg zijn. Proost. Tja. Ik moet zeggen, het is een heerlijk bakje koffie. Nee, echt waar. Douwe Egberts heeft echt zijn best gedaan. Wat mij betreft is hij iets te slap, één schepje. Er zou nog eentje bij moeten. Maar dat is persoonlijk. Voor u is hij misschien te sterk. Want hij is wel wat sterker als de normale roodmerk koffie. Weet je wat? Ik doe er gewoon één schepje bij. Voor mezelf. En misschien wordt hij wel veel te sterk. Doe ik hem gewoon weer op pauze. Ook weer een minuutje of zo. Niet al te lang, want anders wordt het allemaal koud. Dat kan heel goed hoor. Nou, even kijken. Ik ben heel erg nieuwsgierig weer. Tot straks weer. Ja, de 2 minuten zijn weer om. Dus we kunnen weer gaan drinken. Nou, proost maar weer. Het ziet eruit als een heel erg sterk bakje koffie. Een echte wakker wordertje.
Daar gaat hij. Ik kan bijna nu wel zeggen dat deze black koffie Douwe Egberts lekkerste koffie is. Persoonlijk, ik zou u nog sterker kunnen vertellen. Ik zou er zelfs nog een schip bij kunnen doen. En toch proeft hij niet sterk. En rara, dat is eigenlijk alleen maar een voordeel. Als je bijvoorbeeld een sterke koffie zou drinken, gaan je haren recht overeind staan. Dan krijg je bijna kippenvel. Ik heb het gevoel, als ik er nog een schep bij zou doen, wordt die wel sterker. Maar blijft die plezierig om te drinken. Met andere woorden, ja, ik vind het een hele, hele lekkere koffie. Als ze zo doorgaan, nou, dan zijn ze... Dan hebben ze weer een toppertje. Dit was Clyde & Jelfs met een Douwe Egberts Black filterkoffie dit keer. Ik vind hem ontzettend lekker. En dat is niet om te slijmen, maar dat is echt zo. Ik hoop u ook. Nog een fijne dag. Of alles een prettige avond. Tadaa.